Goedemiddag iedereen. Ik ben Jan Bruinhoge van Sensotec en jullie zijn hartelijk welkom hier bij deze presentatie van de Brailliant BIX, de 40-cellige Braille-leesregel van Humanware. Dit is de Brailliant BI40X van Humanware. Het is een 40-cellige Braille-leesregel die gloednieuw is. We hebben hem getoond op de live versie van de BrailleTech-beurs en nu is het tijd om hem ook digitaal aan u voor te stellen. Het is een 40-cellige Braille-leesregel in hoofdzaak, maar het toestel heeft nog wat andere functies ook. Je kan hem gebruiken als Braille-leesregel voor Windows, maar je kan hem ook gebruiken op Mac of je kan hem ook gebruiken op een iPhone, een iPad, ook op Android-toestellen. Het toestel heeft een USB-C-aansluiting hier aan de linkerkant, heeft ook een USB-A. Hier kan je externe geheugens inpluggen. En de aan- en uitknop bevindt zich ook op de linkerrand van het toestel. Als je het toestel aanzet, dan kom je eerst en vooral op een keuzemenu terecht waar je kunt kiezen op welke manier je het toestel wilt gebruiken. Je kan het gebruiken als notitietoestel. Dat is een teksteditor. Je kan het toestel gebruiken als DAISY-speler. Het toestel heeft een functie voor bestandsbeheer. Het heeft een rekenmachine. Je kan er de datum en de tijd mee instellen en opvragen. Je kan online services gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld online bibliotheken om deze boeken te downloaden. Het toestel heeft een handleiding aan boord. Je kan het toestel instellen in een examenmodus, waardoor bepaalde functies tijdelijk geblokkeerd worden. En je kunt rechtstreeks via de wifi-updates binnentrekken. De hoofdfunctie uiteraard is en blijft Braille leesregel. En dat is ook de manier waarop die wordt aangevraagd voor mensen die hiervoor in aanmerking komen. Laten we even de toetsen overlopen van het toestel zelf. Op het bovenvlak, van voor naar achter, beginnen we met een dubbele spatiebalk. Waarom dubbel? Dat is gewoon handig als je aan het schrijven bent. Dan kan je ook even welke hand gebruiken om je spatie in te geven. Dus je hebt 40 braillecellen op de leesregel en daarboven heb je een cursor routing. Links en rechts van de braillecellen heb je functietoetsen die kunnen gebruikt worden, onder andere om te navigeren. We hebben 6 schrijftoetsen. Dat is een braille-toetsenbord waarmee je kunt bijvoorbeeld schrijven op je iPhone. De klassieke indeling van je braille-toetsenbord is punt 1, 2, 3, 4, 5, 6, waarbij je wijsvinger telkens aan de linkerhand punt 1 is, de vinger ernaast is punt 2, dan heb je punt 3. Punt 4 is je rechterwijsvinger, dan heb je 5, 6. En dan heb je 7 en 8, en 7 en 8 staan voor de backspace en de enter-toets. Links en rechts bovenaan heb je luidsprekers zitten. Die worden op dit ogenblik nog niet gebruikt. Dit is de bovenkant van het apparaat. De linkerkant ga ik nog even herhalen. Aan deze kant heb je links bovenaan USB-C. Het voordeel van USB-C is dat je een symmetrische stekker hebt en geen asymmetrische stekker, waardoor het veel makkelijker is om op te laden. De aan- en uitschakelaar die kun je gebruiken om het toestel aan en uit te zetten. Daarvoor moet je de knop even ingeduwd houden. Druk je kort op de toets, dan zet je het toestel in slaapstand. Op de USB-A vooraan kan je een extern geheugen aansluiten, zoals een USB-stick bijvoorbeeld. Aan de andere kant, rechts, de rechterzijkant, daar heb je een aansluiting voor een koptelefoon en heb je 2 volumetoetsen. De audiofuncties van het apparaat zijn op dit ogenblik nog in ontwikkeling, dus nog niet in gebruik. De voorkant van het apparaat. Humanware is vrij gekend om zijn eenvoudige indeling van het toestel. Als je die voorkant bekijkt, dan heb je hier een knop vorige en een knop volgende, waarmee je bijvoorbeeld in een lijstje naar boven of beneden gaat, waarin je op een iPhone van het vorige element naar het volgende springt. En je hebt de toetsen links en rechts, meer naar het midden toe. Hiermee ga je 40 cellen naar links. Met de toets aan de rechterkant ga je 40 cellen naar rechts. Met de middelste knop ga je telkens naar het hoofdmenu, waar je de verschillende keuzeopties vindt, zoals tekstverwerker, notitietoestel, bestandsbeheer, rekenmachine en noem maar op. Kort even een paar specificaties doorlopen. De batterij heeft een lange levensduur, die gaat tot 20 uur mee. Als je toestel als Bluetooth-apparaat gebruikt voor je iPhone of je PC, kan je dus 20 uur werken. Het opladen doe je via de USB-poort.
Je kan het toestel automatisch laten uitschakelen na een paar minuten. Dat is instelbaar. De batterij is een lithium-ion polymeerbatterij en hij is compatibel met elke USB-AC-adapter. Het is een USB 2.0 verbinding en de Bluetooth is versie 5. Voordeel van deze Bluetooth-verbinding is dat je tot 5 apparaten simultaan kunt koppelen aan je toestel, waardoor je niet telkens je connectie verliest als je tussen apparaten schakelt. Het gewicht is 720 gram en het toestel is 305 mm op 90 op 21,8. Het is dus een vrij plat, handig toestel. Het weegt niet te veel en je kan het makkelijk meenemen. Als je het toestel aan- en uitschakelt, dan gaat het even trillen en verschijnt de boodschap terminal op de leesregel. Terminal betekent braille leesregel. Als je daarop klikt, dan krijg je een aantal keuzemogelijkheden. De eerste optie die je hebt, is om de verbonden apparaten weer te geven. De eerste optie die ik hier nu krijg bij mijn verbonden apparaten is de USB-verbinding. Klik ik hierop en is mijn toestel op de PC aangesloten, dan krijg ik meteen verbinding met de PC. De tweede optie is het lijstje met mijn Bluetooth-apparaten. Ik heb nu gewoon de eerste optie uitgekozen omdat dit mijn iPhone is en ik ben meteen verbonden met mijn telefoon. De bediening via toetsenbord is standaard, zoals je met elk braille toetsenbord hebt. Je hebt een aantal basiscommando's die voor elke leesregel gelijk zijn. Dit is hier niet anders. Ik kan met de knop naar rechts, kan ik gewoon bladeren over mijn scherm. En ik kan heel gemakkelijk opties selecteren door op de cursorrouting te klikken. Als ik bijvoorbeeld naar notities ga. Heb ik een hele reeks van commando's ter beschikking. Bijvoorbeeld om naar het eind van het scherm te gaan, om naar het begin van het scherm te gaan, om te schrijven. Je kan dus heel makkelijk schrijven en je verliest geen tijd door met het touchscreen te moeten schrijven. Wel, dit is in een notendop hoe het toestel werkt. Misschien nog even een woordje uitleg geven over de compatibiliteit. Je kan allerhande bestandsformaten openen. Uiteraard DocX-documenten. Je kan RTF-documenten openen. Je kan TXT-documenten lezen. Maar ook DAISY-bestanden bijvoorbeeld. Ik ga even zien naar de vragen. Er zijn wat vragen binnengekomen. Wij zien deze leesregel vooral gebruikt worden door mensen die de eenvoud ervan op prijs stellen. Als je het toestel aanzet, heb je meteen de keuze om voor de connectie als leesregel te kiezen. En dan hoef je eigenlijk gewoon twee keer op OK te drukken om verbonden te zijn met je PC of met je iPhone. Dus dat gaat vrij snel. Het koppelen gebeurt via voice-over op de gewone manier. Als je het toestel aanzet, kun je in de instellingen er eigenlijk voor kiezen of je de Bluetooth aan of uit wil hebben. Staat de Bluetooth aan, dan kan je gewoon op je iPhone naar voice-over gaan. Daar kies je bij de braille-instellingen om het toestel te koppelen. Je iPhone gaat op zoek naar de leesregel en je kiest de juiste leesregelnaam. En je hoeft niet eens een pincode in te geven. Je maakt meteen de verbinding. De volgende keer dat je je toestel aanzet en je zet voice-over aan, gaat die verbinding, is een kwestie van een seconde, om je leesregel te kunnen aansluiten op je iPhone. Als je in een van die applicaties werkt, dan kan je werken met het menu telkens. Maar ook elke opdracht die je in het menu vindt, die kan je ook via sneltoetsen uitvoeren. Ik geef u een aantal voorbeelden om een bestand te openen. Dat zou je met Backspace ook kunnen doen. Je hebt evengoed sneltoetsen om bestanden te sluiten en op te slaan. In de tekstverwerker heb je ook zoekfuncties. Je kan ook knippen, plakken, je kan vervangen. Zo, dit is een korte presentatie van de Brilliant BI40X. Een braille leesregel in hoofdzaak met heel wat extra functies. Ik dank u voor uw aandacht. Mocht je verder nog vragen hebben, dan mag je die gerust ook nasturen naar sales@sensotech.be. Dat is SALES
@sensotech.be. Dankjewel.